Luut, mis ik nou zo'n lekker nieuw biertje? Ja, ik drink geen bier, dus ik denk dat een andere... Oh, dat iemand anders hier misschien dat heeft. Ja. Luut, jij bent onze filmkenner en we gaan het vandaag hebben over de film van Dick Maas, Sint. Is Sinterklaas eigenlijk al bijna in het land? Volgens mij komt hij zaterdag. Of heb ik dat verkeerd? Volgens mij was hij er al. Is Sinterklaas er al? Meri, is Sinterklaas al in het land? Nee, Luut. Okay, nou, bij ons was hij er in ieder geval al wel. Oh, goed. Luut heeft afgelopen maandag was de première, hè, bij jullie in de bioscoop. En daar was Dick Maas ook aanwezig. Ja. En je hebt met hem gesproken over de film. Ja, klopt. Daar hebben we beelden van. Gaan we eerst even naar kijken. Voor een filmpremière in Nederland moeten we meestal de grote rivieren over. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Maar vandaag zijn we voor de film over een moordende bisschop in ons eigen katholieke Brabant. In Eindhoven, in servicebioscoop Sien. Het ging maandagavond dus om de première van Sint, de nieuwste film van Dick Maas. En daar is vooraf al heel veel commotie over geweest. Vooral over de aanstootgevende poster, die volgens velen zelfs verboden had moeten worden. Ben je nou blij met die commotie achteraf of zeg je ik had het als filmmaker liever niet gehad? Eigenlijk kan ik alleen maar blij zijn dat er een hoop commotie over de film is. Ik bedoel, iedereen weet nu dat die film eraan komt. Maar op zich is het natuurlijk was het een beetje een onzinonderwerp. Want die poster, wat je zegt, dat is gewoon een hele mooie poster. En als je zo dichtbij staat, je ziet eigenlijk niet eens zo heel veel. Hè? Dus, het is maar wat je erin wil zien. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat het inderdaad een beetje een verbrande kop heeft. Maar dat is niet iets, denk ik, waar kinderen bijvoorbeeld last van hebben. Is het eigenlijk niet een gruwelijk idee om van een thema als Sinterklaas een griezelfilm te maken? Je hebt een schoorsteen en je hebt een babysit. Ja, wat gebeurt daarmee? Ja, die trekken we maar eens de schoorsteen door bij wijze van. Ja, precies. Ja. In andere landen worden wel al jaren films gemaakt over bijvoorbeeld moordende kerstmannen. Waarom hebben wij dan nooit zo'n film over Sinterklaas gemaakt? Ik bedoel, het is een soort icoon van goedheid en... het is altijd leuk om iets wat heel vertrouwd is, wat iedereen kent, om daar iets mee te doen. En wat dat betreft is het gewoon een dankbaar onderwerp om een horrorfilm of iets gruwelijks mee uit te halen. In deze film komt ook een achtervolging over de daken. Sinterklaas te paard over het dak en een politieauto die hem achtervolgde door de stad. Kijk, ik wist, er moeten een paar van dat soort elementen in. Hè. Als je een film over Sinterklaas maakt, dan wil ik ook dat paard op het dak zien. Nou, in het hele interview, want het duurde nog veel langer dan dit, ja, hè? Ongeveer een minuut of 10 met hem gepraat. Kun je ook zien op onze website www.omroepbrabant.nl/gmw en dan kun je het hele interview dus even volgen. Hoe was dat om met Dick te spreken? Oh, was leuk. Hij was heel relaxed. En het is voor hem natuurlijk ook een spannende week, de première van de film. Ja. Er is al die commotie geweest en gaat dat ook de bezoekersaantal opleveren die men verwacht. Dus dat is even spannend. Want heel veel gedoe over die poster, maar waar gaat die film nou eigenlijk precies over? Nou, is het echt een horror of zo? Het is een horror, maar het is een typische Dick Maas film. Zo kun je de film het beste omschrijven. Dus een combinatie van actie, horror en humor. Ja. De proloog gaat over een bisschop, Niklas, die in de middeleeuwen eigenlijk met zijn roversbende door dorpen trekt en daar van kinderen van alles steelt. En die wordt gedood door die dorpelingen. En sindsdien neemt hij elke 32 jaar op 5 december met volle maan wraak. Dus dan komt hij terug om opnieuw te moorden. Nou, dat zien we in de rest van de film. En hier Egbert-Jan Weber en Caro Lensen, die de hoofdrollen spelen in deze film, die krijgen te maken met deze moordende Sinterklaas. En ja, dan zien we eigenlijk alles wat we gewend zijn van Dick Maas. En er is eigenlijk maar één filmmaker in Nederland die dat op deze manier in beeld kan brengen. En dat is hij. Het is horror, maar het is heel erg over de top. Want ik heb het ook gezien maandagavond bij ons in de servicebioscoop zien. In de zaal. Mensen die misschien normaal niet naar zo'n horrorfilm zouden gaan, die hebben er toch van genoten. En die hebben
keihard zitten lachen gewoon. Oké, dus je kunt ook echt goed lachen. Ja, het is niet dat je altijd zo... Nee, het is niet echt eng, maar laat ik er niet omheen draaien. Er zitten wel degelijk afgehakte hoofden en armen en benen in. Maar ja, wel op een manier dat je erom moet lachen. Het is echt over de top, maar wel heel goed gedaan. De film is niet voor 12 plus, maar 16 plus wel zelfs, hè? Hij is 16 jaar en ouder gekund. Ja, wat vond jij het zelf een goede film? Heb jij ook flink zitten lachen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou wel van het genre. Sowieso ben ik een fan van Dick Maas. Ja. Dus ja, als je kijkt naar zijn vorige films, The Lift, Amsterdam, Vlodder. Allemaal grote publiekssuccessen. En ja, deze film heeft ook alles in zich om een grote publiekstrekker te worden. Ja. Ik ga daar wel naartoe. Omdat er zoveel over gesproken wordt, denk ik. Miri, ben jij van plan naar de Sint te gaan? Dat trek ik me niet aan. Zeg je niet zo? Niet zo van horror en Sinterklaas? Nee, ik ben weer van de romantische aard. Oh, kan ook. Volgende keer misschien. Waar gaan we het volgende keer over hebben, Luut? Ja, volgende een romantische week, film misschien? Nou, niet echt. Hoewel Harry Potter inmiddels op de leeftijd is dat hij een vriendinnetje krijgt. Maar volgende week gaan we het hebben over de nieuwe Harry Potter. Leuk. Dus, ja, ook weer interessant. Heel erg bedankt. Leuke tijd dus nu. Die film gaat flink scoren, denk je? Hopen zoekers, laten we het hopen. Ja. De film verdient het in ieder geval zeker. Goed. Graag tot volgende week. En blijf nog even zitten, want straks mag je wel het biertje even proeven. Oké, goed. Ja, gewoon. Even voor de gezelligheid. Ja. Brabants biertje. Ja. Goed.